Ja, nee, dit is even mede mogelijk gemaakt, 100% door... Jongens, echt serieus, we hebben niet één, niet twee, maar drie EVG Xboxen die uit zijn gekomen. Team-up is uitgekomen, daar is een hele spannende kaart, hopelijk dat we die eruit kunnen trekken. En er is zelfs een Magic Carp GX Box, of ja, eigenlijk wel ooit, maar ja, die wil ooit, ik weet niet, ik wil ooit filmen. Die zijn uitgekomen, maar zoals ik al zei, we hebben dus drie van deze GX Boxen. Eentje die hebben we tijdens de livestream een beetje gedaan, want ja, dat wou ik toch een beetje uitproberen, want die livestream was mede mogelijk, maar ik dacht, remake hoort! Maar we gaan er gewoon twee deze video doen, dus ik ga dit niet alleen doen. We pakken Stevie en Eevee. Stevie en Eevee, kom erbij! Wat dacht je van nee? Heb je dit pak gezien? Ik zie er niet uit. Nee joh, staat je hartstikke leuk. Kom er nou even bij, man. Wat denk je van nee? Doe het zelf. Kom hier, ziet er hartstikke leuk uit. Als je een hoodie aankap, je dit ook aan. Hup, hier. Fine, jeez. Voor jou is er ook gips in oranje kleuren. Is toch leuk? Een beetje ook? Goed zo. Jongens, ik zeg serieus, dus we gaan deze naam gewoon unboxen. Nou ja, die ga ik unboxen. En die andere, die ga jij unboxen. Nee. Met die outfit. Let's do this! Ik kan niet wachten, ik kan niet wachten! Dit is echt awesome, ik hou van deze doos is awesome. Let's do it! Ik serieus, die andere zakkerij die doet rond, die doet dan namelijk die andere doos. Maar ik serieus, ik ga deze doen, deze is awesome. Ik heb een petje niet op, oeps. Ik wist ook iets vergeten was, maar ik ben te enthousiast. Kom op, plasticje eraf, hoppakee. Wij spelen gewoon zonder plasticjes. Mooi. Ik ben echt super enthousiast over. Ik moet wel zeggen dat ik één ding wel een beetje teleurstellend vind. Er is dus een Flareon, Vaporeon en Jolteon die er aan zitten komen. Amerika krijgt daar ook dit soort dozen voor waar dus de Eevee en dan de Evolutie GX in zit. Ten eerste, ze zijn helaas alleen maar promo. Dus ze zitten nog niet in pakjes, helaas. Maar wel goed nieuws, want we hebben de Eevee 100. Oh jee, dit zit weer in zo'n verpakking. Dat vind ik altijd zo eng. Oh boy. Oké, toch voorzichtig. Weet je wat? Oké. Ja, loop. Kijk toch eens. Je zou denken dat hij hier beschadigd is, hè? Nee, dat is gewoon een gasprietje die eruit hangt. Tenminste, nou, even. Ja, op de Jumbo. Weet je wel, ik vergelijk hem gewoon op de Jumbo. Ik kijk hoe schattig dat hij is. No! Ah, boost drives op 100 en als je hem evalueert, dan gaan alle schade counters van hem af. En Joymaker, 3 kaart van je discard pile mag je dan weer terug in je hand stoppen. Zeker handig als je dat nodig zou hebben. Ik vind EVGX, ik vind hem al super mooi, daar vind ik het blij om. Ja, maar competitive is hier niet zo heel erg goed. Nee, helaas, maar dat maakt niet uit. Want ik ben al sowieso geen voorstander van Metadeck. In ieder geval, de pakjes. Lost Thunder en Revolutions. Waarom zitten deze hier nog steeds bij Nintendo? Een Lost Thunder en een Celestial Storm. Dat heeft het goed gemaakt. We beginnen eerst eventjes met de Evolutions. En we die gelijk eventjes out of the way. Thunder, Celestial Storms en dan weer Thunder. Dan doen we het zo. Maar goed, eerst heel eventjes die gigantisch mooie Jumbo kaart. Nee, kijk, hier zit een gasprietje ook, weet je wel. Het is net alsof dat er een bars daarin zit, maar dat is het absoluut niet zo. Ik vind deze Jumbo kaart echt heel ongeweldig. Ik leg hem heel even mooi hier bij de Evolutions neer. Deze die mag op de grond. La 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 la. Oké, Evolutions. We gaan het doen. Waarom zie je zo overgebogen? Omdat ik anders niet zie of ik kort op de camera zit. Dus ik moet natuurlijk wel voor de camera komen. Handig natuurlijk. Goed. Eens even kijken, even offscreen, zo. En uit het hoofd was het bij Evolutions 3. Ik weet niet zeker. Blastoise, Spirit Link, Switch, ja die heb ik één. Nido Rimeo, Doduo, Stardew, snel hierheen, want ik heb het dus allemaal gezien. Very Energy, Voltorb, Reverse, Hollow, Magmar. Die vind ik veel te farfetched, serieus. Nou, en we hebben in ieder geval dat alvast gehad, een farfetched, kom op zeg. Oké, okay. Los terug. Bring it. Wat wil je eruit halen? Is goed. Ik moet nog steeds heel eerlijk zeggen, ik vind het een nadeel dat er geen EVGX in die pakjes kan zitten. Maar hey, we hebben er een van de beste er al uitgetrokken, namelijk EVGX.
Oké, jongens, of het ook alleen maar bedrijf weer is via promo. Ik weet niet, ik heb toch een beetje het gevoel. En don't quote me on this, maar ik heb toch een beetje het gevoel dat Sun en Moon, ondanks dat Let's Go Eevee uit is gekomen, tot in Sun en Moon dat ze gewoon echt veel te weinig evoluties erin hebben. Ik weet niet wat het is. Fighting Energy, Magearna, Lost Blender, Silcoon, Lone Vulpix, Houndour, Poipole, die heel populair is, Larvitar, Tela, Netball Reverse Hollow en... Lapras is altijd nog beter dan Farfetch. Go for a swing, but during your turn before you attack me, look up and do the two cards of your deck and put them back in any order. Ice Beam, yeah? Zijn kaartjes. En kaartjes. Zijn kaartjes. La 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 la. Kaartjes vullen geen kaartjes. Nee, maar echt, in mijn mening, ze letten wel soort kaarten openen trouwens. Het valt me echt op als je gaat kijken hoe wij die evolutie dat eigenlijk in zijn uit is gekomen. Voor de Eevee-fans en voor de Eevee-trainers teleurstellend. Ik bedoel, echt serieus. Daar sta ik echt serieus van te kijken hoeveel dat er wel niet zijn. 1, 2, 3 en 4. Het probleem dat ik er een beetje mee heb, is gewoon, Psychic Energy, Tate en Lisa, Cacturn, Weeping Bell, Wilmer, Spinarak, Larvitar, Slaklot, Love Disc, Rare Candy, Reverse Hollow, dat is altijd leuk. Is dit een reprint? Nee toch, dit is toch die... Hij is geen reprint naam, maar ik ook nog eens een keer. Het is niet te vol hard, maar... Kan toch niet dit, jongens? Kijk uit! Oh, waarom moet het tussen de... Nee, laat maar even aan de andere kant op Eevee. Nee, dit kan toch niet! Sorry René, ik weet dat er inderdaad heel veel tech zeg maar heel erg fijn vinden aan de kijken. Kom op, Mr. Mime! Creepy. Echt. Geen voorstander van. Maar zoals ik dus al de hele tijd probeer te zeggen, maar ik ben veel te snel met kaarten uitpakken en noem maar op. Het probleem wat we hebben, ik doe heel eventjes dit even voor de camera, dus ik sta als heel mooi in voorhouden, dus jullie weten dat ik er niks mee heb gedaan. Maar het probleem wat met, echt, als je gaat kijken, Sun & Moon, er is al geen X en Y meer. Zelfs Steam Seeds volgens mij zit niet meer in Standard. Dus alle... evoluties van X en Y tellen al niet meer mee. En als je gaat kijken hoeveel evoluties dat er in Sun & Moon zitten, we hebben tot nu toe, ik weet dat ze al in Amerika uit zijn, maar in Nederland nog niet, nog steeds geen Flareon, Jolteon en Vaporeon. Die komen uit in Tins op 22 februari. Yay! Het enige scenario is wel... het zijn alleen maar promo's, ze zitten niet in de nieuwe bakjes. En gelukkig wel, in de bio van Sun & Moon had ik echt heel veel hoop in verband met Bronnen, gelijk met Espion en Umbreon en die zagen er al geweldig uit. Maar er waren ook gelijk Jax kaarten. Maar je hebt nog geen gewone kaarten en ondertussen zitten we al zoveel in Sun & Moon. Ja, waar zijn ze? Ik vind het echt een leuk snel. Maar goed, we gaan gewoon mee beginnen. We hebben Staal Energie. We hebben een Sableye. Een Electropower, Xatu, Chimchou, Hophip. Zo, Piggyback, Slugma, Popplio, Reverse Hollow of Piggyback en een Victini. Oké, duidelijk. Nou, dan gaan we maar gelijk over naar de tweede doos die we dan heel even open kunnen maken. En die tweede doos die we open kunnen maken, dat gaat onze Stevie Eevee doen. Stevie Eevee, neem het al eventjes over. Dat moment dat je vergeet om op opname te drukken. René, jij weet waar ik het over heb, het is vaker gebeurd. Maar goed, ik zal nog heel eventjes de doos erbij pakken. Ik heb heel voorzichtig al de kaart in mijn handen. Ja, jullie zien het allemaal een beetje op het kleine schermpje liggen. Dus ik heb de doos al een beetje open gemaakt. En ik heb de kaarten dus al heel voorzichtig uitgehaald. Maar hij is zo vrolijk en damn, dit is warm. Maar ja, we doen gewoon in ieder geval twee dozen tegelijkertijd. Lijkt me dus net zo leuk om het op te doen. Dus de beste kaart hebben we hier, net zoals in de eerste doos, hebben we de eerste kaart hier al te pakken. Ik zal hem hier even netjes neerleggen. Zo. Oh, wat is hier mooi. Ach, wat is hier mooi. En dan ook nog eens een keer die Jumbo-kaart. Ik vind die Jumbo-kaart vind ik al... Gooi het daar maar op de grond. Ik vind die Jumbo-kaart vind ik ook helemaal geweldig. Echt. Ik bedoel, waar is... Oh. Ik mis nou een pakje. Alles gaat hier fout. La 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 la. Alles gaat weer fout.
Komt omdat ik zo warm ben, denk ik. Hebben jullie het door? Nee? Nou, ik weet dat jullie worden helemaal doodgegooid bij Evie ondertussen, maar daarom is het kanaal ook geen stiever. Ik ben een met groot. Ik vind het zo gaaf. Ik kan proberen hier zo mooi een beetje te ontstikken in beeld te houden. Zo. Goed, maar de pakjes. We hebben dus een Cinnamon Lost Thunder, we hebben een Celestial Storm, we hebben nog een Lost Thunder en we hebben evoluties. Dus even kijken, Lost Thunder, daar hebben we er twee van, dan moeten we net zo op en dan beginnen we gewoon met de deck. Evolutions, waarom ook niet? Ik weet het nog steeds, waarom zit het erbij? Ik heb geen flauw idee, ja ik zeg serieus, het is warm jongens, het excuseert mij. Waarom heb je het dan aan voor video, waarom ook niet? Hey, so fluffy! Joepie. Goed, nou. Deze maar even gelijk even uit de weg kunnen halen. Zo, dit eventjes offscreen doen we. Mooi. 1, 2, 3, 4. Oh nee, wacht eventjes. Hier was het 3. Dacht ik. Ik weet het niet meer, maar goed. Fight Choke. Full Heal. Venusaur Spirit Link. Weedle. Doduo. Staryu. Onix. Fairy Energy. Reverse Hollow. Ratatatatatatatata. Nou, met zo'n pakje aan heb je absoluut geen last van ratatatatatatatata. Dan heb je meer kakoenen ratata. Evie brengt geluk. Evie brengt heel erg veel geluk. We hebben gelijk gewoon een GX te pakken. Of een GX voor mij nou. Een EX te pakken. Blastoise EX. Hoera. Mag niet eens meer gespeeld worden in standard format. Wat leuk, wat leuk, wat leuk. Nou, onze reverse hollow die leg ik al eventjes daar neer. De rest leg ik al eventjes hier neer. Goed. De bijzondere pakjes natuurlijk zullen we waar iedereen op zitten wachten, waar iedereen op zitten hopen van eertje zegt dit zit toch voor geen meter man! Nee, het hoofdje moet opblijven, het hoofdje moet opblijven. Is dat niet warm? Ja, dat is hartstikke warm! Maar dan ben ik we doen het gewoon. La 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 la. Ik heb de laatste tijd heel erg vaak van een fancy muziek trouwens in mijn hoofd, ik weet niet of jij het door hebt gemaakt. Dus, maar goed. Dus. Psychic Energy, Stantler, Willava, Kankalava, Girafferig, Breep, Felfie, Ninkana, Meryl, Whirlpool, Reverse Hollow, Poipool, die heel erg populair is in verband met zijn evolutie daarvan. Waarom ook niet? We hebben sowieso nog een hele boosterbox van Team Up te doen, dus daar heb ik zeker heel erg veel zin in. Nee! Goed, nou. Oh, oké, die zit er ondersteboven in, maakt niet uit. Dus moet ik dat ik het eventjes offscreen doen? Oké, nou. Ik heb een darkness energie. Spannend. Evie, blijf even mooi in beeld. We hebben Tate en Lisa, Bill Maidens, Kickturn, Shinjo. Galpin, Torchic, Shuppet, helaas niet met Black, Reverse Hollow Life Herb, Flip a Coin even, ja deze is echt heel erg handig als je coin flip bij je en je hulp hebt. Het is een staal. Solgaleo, het is wel een Reverse Hollow, maar dan zeg ik nee joh, want het is toch alleen maar een Solgaleo. Waar zit je niet op te wachten? Waar zit je? Daar zit je! De kat! Daar zit je! Daar zit je! Daar zit je! Ik moet dat wel niet doen. Daar zit je toch niet op te wachten? Maar zo alleen. Ik ben veel te druk in het warme pak, dat moet ik niet doen. Echt niet, nee. En dan draaien we weer bijna om, zag je net. Hadden we bijna geen eens gezicht weer nodig. Oké, 1, 2, stoot tegen de camera. 4, goed. Nou. Appeltjeschoen. Carbink. Xenotic. Oh ja, spannende muziek met deze laatste pakje, dankjewel editor. Een Kecleon. Een Litwick. Een Combee. Een Marini. Orvitar. Slowpoke. Oké, sorry, ik moet heel eventjes. Nee, we hebben meer als Reverse Hollow. Waarom? Ik heb er al een slecht gevoel over. Hoera!
Nou, in ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit echt een hele speciale Eevee aflevering vonden. Trouwens, ik weet het beter gemaakt. Stevie, jij neemt het over. Stevie, de Eevee zit er te warm. Jij neemt het gewoon over. Jij neemt de auto over. Het is goed. Nou, het is... Nee. Wat is het toch ook een aansteller. Jongen. Maar goed, in ieder geval, dat zijn dus, zoals jullie hier ook al voor ons zien, de twee pakjes, of de twee dozen die we dus hebben, de twee promos. Maar zoals ik al zei, in de intro was er een derde, die hebben we dus via een livestream geprobeerd. Helaas werkte dat niet zo erg goed, maar ja, we hebben wel de livestream weer mogelijk kunnen maken door een e-kaartje van Kelly, leuk om te doen. Maar ik heb hier heel eventjes de derde Jumbo kaart, om heel eventjes aan te tonen dat we wel degelijk ze alle drie hebben. En dit zijn dus alle drie de Eevee Jacks. En alle drie hebben ze dezelfde moves, maar ze hebben dus alle drie een andere art. De kleine kaart die heb ik al veilig in de map zitten, dus die zit al veilig opgeborgen, dus die wil ik daarbij laten. Maar laat wel eventjes weten, want ja, ik zit dan wel altijd de mouwen over natuurlijk de evoluties en de Eevees, dat er maar heel weinig natuurlijk in Sun & Moon zitten. Maar is het jou opgevallen dat er ook een andere Pokémon bijvoorbeeld echt niet bijna voorkomt in Sun & Moon? Laat het zeker heel even weten in de reacties. Ik ben zeker nieuwsgierig welke Pokémon dat we nog meer heel erg veel missen in Sun & Moon. Laat een reactie achter als je daar meteen de tijd voor hebt. Laat ook even weten van als je er zin in hebt of er een GX is die nog steeds in je is gekomen waar je op zit te wachten van ja, daar zou eigenlijk ook een GX van moeten maken. Ik ben zeker heel erg nieuwsgierig daarvoor. Laat het weten in de reacties. Laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt, want echt serieus, het pak was warm. Ik dank jullie voor het kijken en tot de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Doei!